Hallo lieve kreeft, welkom bij jullie maandreading voor oktober 2023. Mocht je deze video op een ander moment zien, weet dan dat er ook dan een boodschap voor jou in kan zitten. Omdat het gewoon tijdloze berichten zijn. Ik tune dus in op de energie die op dit moment wel in het collectief aanwezig is. Maar dat wil niet zeggen dat het dus op een later moment niet passend kan zijn. Aangezien er in het collectief en in het universele dus geen tijdsbesef is. We gaan dadelijk beginnen met twee orakelkaarten uit de wijsheid van het orakel. En vervolgens ga ik met de lightseers tarot verder de verklaringen doen. Mocht je zoiets hebben van, het klopt niet met mijn huidige tijdlijn, weet dan dat het ook voorspellende berichten kunnen zijn. Wat dus op een later moment jouw leven nog zal bereiken. En verder kun je ook altijd nog door middel van je geboortehoroscoop uit te rekenen, kijken naar jouw maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Als je niet weet hoe dat werkt of wat dat is, ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit uit kunt rekenen. Je hebt dan, je geboortetijd, geboortedatum en geboorteplaats nodig. En daar komen dan een aantal elementen naar voren. Dus dat is daar gelaten. We gaan gewoon lekker beginnen, lieve kreeft. We hebben denker. Kaart 44, meestergetal. En we hebben in balans. Voelt voor mij dat eigenlijk het stukje, kijk, de waarheid, masker afgegooid. Je ziet je innerlijke waarheid, daar anticipeer je op. Vanuit liefde, vanuit respect, wijsheden die je eigenlijk al die tijd al tot je hebt genomen. Ga je dus nu ook eigenlijk omschakelen van het denken af, terug naar je balans. Dus het kan zijn dat je in deze periode even meer in je hoofd zit, waardoor het lastiger is weer even in jouw eigen elementen zitten. Maar dat zijn periodes waarbij je wellicht geleefd wordt, of je hebt afspraken staan waar je toch wel je gedachten goed bij moet houden om het juiste te zeggen. Maar van de andere kant, als jij vanuit je innerlijke stem je laat leiden, zul je ook de juiste woorden kunnen vinden en uit kunnen spreken, waardoor je dus die balans en stabiliteit ook creëert. Lieve kreeften hebben natuurlijk best wel wat intensieve transformatieprocessen gehad de laatste 2,5 jaar, als ik zo terugkijk naar jullie readingen. En er is dus ook een hele periode geweest waarbij je dus toch nog wel schuilde achter een bepaalde imago of stijl of als mensen dan vroegen van, hoe gaat het met je? Dat je alleen maar zei, ja, is goed. Ja, het is een gangetje. Eigenlijk wat bijna heel de wereld wel uitspreekt. En het is nu juist van belang dat jij dus ook in gaat zien dat je gewoon je gevoel mag delen. En wat een ander er dan mee doet, dat is dan aan de ander. Het is heel vaak, als je je waarheid spreekt, dat de ander dat lastig vindt te accepteren. Of het onderwerp snel om gaat twisten. Maar weet dan dat het niet aan jou ligt. Maar dat je dus daardoor niet in je denken gaat zitten. Dingen kunnen anders opgenomen worden door andere mensen. Maar je voelt vanuit binnen hoe jij jouw waarheid eigenlijk ervaart. En dat is het allerbelangrijkste. Een beetje de union in jezelf die jij tot stand aan het brengen bent. Waarbij jij dus die stabiliteit hebt in jouw yin-yang energie. We krijgen hier natuurlijk mooi die kaart in balans, die vrijheid en het uitstralen daarvan zal nu een periode zijn wat steeds meer geactiveerd zal worden voor jullie lieve kreeft. Uit je hoofd inzien wat voor mooie ziel je bent. Niet meer vast hoeven zitten aan maskers of je achter iets schuilen wat niet van toepassing is. Het zal een lastigere maand nog gaan worden, aangezien de kaarten toch nog best wel lastig shuffelen. Wil niet altijd zeggen dat het dan voor jou heel erg lastig voelt. Maar de situaties kunnen wel wat lastiger en intensiever worden nog de komende periode. We hebben natuurlijk die leeuwenpoort activatie gehad en daarin is behoorlijk wat weer geactiveerd. Stukje karmische lessen die eraan gekoppeld zijn. Ik pak hier even een kaartje bij die ik er overheen leg. Even kijken waar ik hem heb. Aangezien tegenwoordig niet alles meer open en bloot op YouTube mag staan,
Geen idee of dat al ook al te veel is, maar ik doe mijn best er gewoon voor om het zomaar in balans te krijgen. Het is wel zo dat jij veel dingen voor je kiezen hebt gehad in de zin van veel connecties, verbindingen. En dat kan op, ja, het voelt voor mij meer als vriendschappen, familiair, dat soort elementen. Kan ook romantisch zijn natuurlijk, vooral omdat de lovers hier ligt. Maar het voelt voor mij liefde in jezelf die jij de stabiliteit hebt teruggegeven. En zodra jij die stabiliteit in jouzelf hebt herontdekt, want het heeft al die tijd al in jou gezeten. Maar sinds jouw reïncarnatie ben je daar even niet meer bewust van geweest. Het is een heel proces om jou weer in die zelfliefde en zelfacceptatie te hebben gekregen. Maar dat zorgt er wel voor dat jij nou een stabiel begin verder kunt voortzetten. En ik zeg een stabiel begin, want het voelt voor mij dat er een hele nieuwe fase voor jullie gaat komen, lieve kreeft. Een fase waarbij je vanuit passie kunt gaan handelen. Voor sommigen kan het zijn dat je in één keer in je werkzaamheden een hele andere richting uit gaat zetten. Waarbij je een hele mooie shift kunt maken om anderen te ondersteunen. Echt het stukje spiritualiteit. Sommigen kunnen zelfs met hun helende gaven anderen gaan helpen. Dat kan door middel van healingen zijn, reiki, magnetiseren, dat soort elementen. En vooral vanuit jouw innerlijke stem. Je laat je leiden door je innerlijke stem, door je innerlijke gevoel. De boodschappen die je doorkrijgt, eventueel ook boodschappen die je gechanneld krijgt. Voor sommigen zal dat nog niet zo ver zijn en voor sommigen is dat wel al actief. Kreeft is natuurlijk een waterelement, het leeft vanuit die emotie. Een groot hart staat voor iedereen klaar. Maar op dit moment is het dus heel belangrijk dat je in gaat zien dat je voor jezelf vooral klaar mag staan. En dat is het stukje balans wat ik hier ook voel, dat jij inziet van, nou ja, ik geef iets aan een ander en ik wacht eerst af of ik het terug ontvang van die persoon. Ontvang ik het niet terug, dan ga jij automatisch al een stapje achteruit zetten. En dat zorgt ervoor dat jouw energiestroom behouden blijft en dat dit ook in de juiste frequentie geoptimaliseerd blijft, waardoor jij dus niet meer leegloopt. Je hebt daar een bepaalde element al in. Ja, leren kennen van jouzelf. Hè? Dat als je met de verkeerde energieën omgaat, dat je daardoor pijn krijgt, leegloopt. Voor sommigen kan het hoofdpijn zijn, anderen echt een druk op de borst of pijn in de buik of wat dan ook. Volg vooral dat gevoel, want als dat gevoel geactiveerd is in jouw systeem, is eigenlijk jouw rode vlag om te aan te geven, ja, dit is geen gezonde situatie, sluit dit af en denk aan je gezondheid, denk aan je eigen lichaam, want je krijgt niet voor niets die tekens in jouw lijf waar jij op voort kunt borduren. Dat zijn eigenlijk signalen waardoor iets niet kloppend is of wel kloppend is. Want het kunnen natuurlijk ook positieve gevoelens zijn of stromingen in jouw lichaam, bepaalde tintelingen of wat dan ook, wat de bevestiging geeft dat iemand wel een goede energie bij zich draagt. Je laat heel veel achter je. En ik heb natuurlijk in de laatste aantal video's, nou weet ik niet meer exact in welke video dat was, erover gehad dat er in het collectief heel veel opgeschoond wordt. En dat het ook te maken kan hebben dat je niet alleen je aura opschoont of je leven opschoont, maar ook misschien wel je persoonlijke leefomgeving. Waarbij je dus echt heel veel spullen wegdoet. Waarbij jij de koppeling had van het verleden. En door dat daaraan vast te houden, bleef je eigenlijk die energiestroom intact houden. En het voelt voor mij dat jij op dit moment gewoon een verkleining hebt gemaakt in jouw spullen om jou heen, maar wat de spullen die jij om je heen hebt wel de voldoening geven waar jij verder op mag anticiperen. En het zou zomaar kunnen zijn dat er voor sommigen dus ook een verhuizing plaats gaat vinden. Het zal niet met iedereen te maken hebben natuurlijk, maar dat zullen de kreeften bij zijn die de komende periode een nieuwe woongelegenheid toegediend krijgen of kopen of iets gaan huren of wat dan ook. Het kan een beetje onstuimig nog zijn de komende periode, maar door met de juist gestemde te connecten zul je merken dat het allemaal wat lichter zal worden. Het kan zijn dus dat je een lichtwezen bent van een ander sterrenstelsel en voel vooral wat voor jou kloppend is. Maar er zijn heel veel elementen wat nu voor de kreeft naar voren begint te komen. Er zit een snelheid in. Eentje waarbij jij wel op mag letten dat je niet te snel gaat, dat jij bepaalde elementen over het hoofd gaat zien. Want dat kan wel gebeuren als het te snel gaat. Pak even wat kaartjes erbij. Kijk.
nieuwe energiestromen. Voor sommigen kan het echt te maken hebben dat je een heel nieuw vakgebied gaat oriënteren. Of dat je juist stap durft te zetten om waar je al verder in aan het ontwikkelen was, daar ook verder in te gaan voortzetten. Qua misschien voor jezelf beginnen of wat dan ook. Het is wel één element waarbij jij in balans zult zijn, waarbij je de stabiliteit neer zult zetten, waarbij jij ook echt het gevoel hebt van, oh, ik ga ervoor. En dit zul je met oprechtheid en eerlijkheid doen, omdat je inziet dat je heel lang vast hebt gezeten in oude patronen. Ook voel jij patronen van anderen die jij hebt ervaren in het verleden. Dit is eigenlijk hetgeen waarvoor jij de zelfontwikkelings- en je werkzaamheden om je te herstellen in bent gaan zetten. Er is zoveel pijn en verdriet geweest waar je lang in vast hebt gezeten. En je ziet eindelijk in, ik ben daarin en ik hoef daar niet aan vast te houden. Ik kan er los uitbreken. Dit is dus eigenlijk jouw leidende kaart. In de zin van, dit is jouw trigger geweest in het verleden. Om vervolgens nu in zo'n mooie fase door te kunnen pakken. En je zult met oprechtheid en eerlijkheid nu ook knopen doorhakken. Niet meer met iedereen in zee gaan als het betreft een verbinding aangaan. En of dat er nou op zakelijk vlak is of vriendschap of romantisch vlak. Jij voelt heel sterk aan waar jij op dit moment staat. Hoe de energie is van een ander. Of je daarmee wil verbinden ja of nee. En als het niet goed voelt, neem dan vooral daar niet de stappen in om daarin mee te gaan. Wel zie ik dat jij eigenlijk nog in een te afwachtende positie zit, terwijl jij al verder vooruit kunt gaan zetten. Kijk, er gaat een nieuwe cyclus, staat al op jou te wachten, want je hebt eigenlijk alle kennis en alle tools al binnen handbereik. Alleen ben je zelf nog niet helemaal aan dat stukje toe. En dat kan ermee te maken hebben dat jij iets nog niet helemaal ziet. Pak er nog even één of twee kaarten bij om dat verder te verklaren. Nou, de 10 van zwaarden komt echt in ontzettend veel readingen naar voren bij de sterrenbeeldreadingen. Dus het is een collectief stuk. Wat ik al zei, hè, je ziet het zelf nog niet helemaal in dat jij hele zware lessen al geleerd hebt. Je blijft nog een beetje vasthouden aan het oude vertrouwde. Terwijl het juist de mooie periode is om ook echt daadwerkelijk in die vernieuwing te stappen. Om die stabiliteit voor jezelf verder te kunnen optimaliseren. En gaandeweg zul jij dan wel inzien dat jij op het juiste pad zit. En er zijn dus keuzes die jij dus zult moeten gaan maken nog in de komende periode. En dat is gewoon gekoppeld ook aan jouw gevoel. Schiet je in je hoofd of blijf je in balans? Zie jij de waarheid in of zet je je oogkleppen op en wil je die niet inzien? Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen vrije wil. Onder Kandek hebben we wel de aas van munten. Dus wat er hier mogelijk is, heeft er allemaal mee te maken dat er een nieuw stabiel begin kan komen. Een krachtig nieuw begin. Waarbij jij dus eigenlijk van jouw godinnenenergie doorgroeit naar je koningsenergie. Waarbij je krachtig bent, stabiel bent. Yin-yang energie in balans. Leeuw energie. Dus er is echt wel een vurigheid in jou. Die dan ook inziet van het pad wat je bewandelt. Dat het gewaardeerd wordt, gerespecteerd wordt. En dit mag jij gaan vermenigvuldigen. Om jouw werkzaamheden dus ook met anderen te mogen gaan delen. En alleen dan zul je uit een bepaalde positie gaan komen. Waar jij het gevoel hebt dat je misschien het niet waard bent. Of dat jij misschien niet verdient waar jij naartoe aan het groeien bent. Je hebt de sleutel, je kunt naar binnen. En je kunt van die warmte gaan genieten. Die omarming die het universum jou nu aan het bieden is. Dus het is een hele stroming die er nu voor jullie aan het komen is, lieve kreeft. En het ligt natuurlijk in jouw eigen handbereik wat jij ermee wil gaan doen. Je bent de creator van je eigen leven, zeg ik altijd. Dus ga je er iets mee doen, dan kan het heel snel gaan. Dan is het ook dat jij die enthousiasme hebt om hier iets mee te doen. Want je hebt al zoveel kennis tot je genomen. Je hebt al zoveel lessen geleerd en je hebt al zoveel inzichten gekregen wat je mag vermenigvuldigen met andere mensen. En doordat jij dit met oprechtheid doet, zal dit ook gewaardeerd worden door een ander. Maar lieve kreeft, ik ga als afsluiter voor jullie nog een engelenboodschapkaart pakken. En dan hoop ik dat ik voor jullie vandaag de juiste boodschappen weer op tafel heb mogen krijgen. Dat je er iets aan hebt gehad. En mocht dit jouw tijdlijn zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Het kan dus ook zijn dat er elementen nu naar voren zijn gekomen die op een later moment nog jouw tijdlijn zullen gaan bereiken.
Kijk anders ook echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Want daar zullen ook nog toegevoegde waarden voor jou in terug te vinden zijn. We hebben wensen, engelen van manifestatie. Je hartewens ligt binnen bereik. Luister naar je innerlijke stem. Dat zijn onze berichten voor jou. Nou, prachtig om daarmee af te sluiten, lieve Kreeft. Ik wens je een hele mooie oktobermaand toe. En heel graag tot de volgende video. Doei doei!